Er zijn veel mensen die vragen zich af: uh, gaat Maarten zijn excuses aanbieden voor alle voorspellingen rondom uh, Oekraïne? Ha, ja, dat, dat kan ik mij wel enigszins voorstellen. Nee, Maarten gaat natuurlijk niet zijn excuses aanbieden. Dat zou een beetje wonderlijk zijn, natuurlijk. Maar gaat misschien uitleggen waarom hij op dat moment zei wat hij zei. Maar laat ik bij voorbaat zeggen: voor mensen die zich in het openbaar uitspreken over de toekomst. Die hebben natuurlijk altijd het risico dat die toekomst zich anders gedraagt dan wat zij hebben voorspeld. En het grote voordeel van de critici is natuurlijk dat zij vooral de toekomst voorspellen nadat die reeds verleden tijd is geworden. Want zij weten hoe het afgelopen is en kunnen zeggen: ja, ze was volkomen bij het verkeerde eind. Terwijl wij thuis op de bank natuurlijk al maanden wisten hoe deze zaken zouden lopen. Ja. Achteraf staat het enorm makkelijk om gelijk te hebben. Dus de vraag is: waarom dacht ik op dat moment dat het tot grootschalige militaire actie niet zou komen? Dat was simpelweg een afweging van de voordelen en de nadelen van grootschalige militaire actie. En in mijn hoofd was het zo dat de nadelen eigenlijk aanzienlijk groter waren dan de voordelen. Dus ik dacht, dat zal Poetin waarschijnlijk ook wel inzien. En dan zal hij afzien van grote militaire actie. Hij zal misschien iets doen in het Donbass, maar hij zal niet overgaan tot waar hij tenslotte toe over is gegaan, namelijk kennelijk de verovering van de gehele eh, Oekraïne. Dat was eigenlijk mijn punt. En eh, ja, daar, ik kan niet anders zeggen dan dat ik Poetin op dit punt verkeerd heb beoordeeld. Dat kan je overkomen wanneer je op analytische gronden uitspreekt over de toekomst. Het is natuurlijk een beetje gek om daar je excuses voor aan te bieden. Wat is dat nou voor volstrekte onzin? Je hebt je best gedaan, je hebt erover nagedacht, je hebt de factoren tegen elkaar afgewogen, je bent tot een conclusie gekomen die achteraf niet de juiste blijkt te zijn. Dat wil ik graag toegeven. Dat komt natuurlijk vooral omdat Poetin een is, die, die een besluit heeft genomen wat naar mijn idee... Niet waar, op de middellange termijn tot hele vervelende consequenties zal leiden voor de Russische Republiek. Daar moeten we het ook even over hebben. Maar waarom je excuses zou moeten aanbieden voor het uitspreken van een op zichzelf coherente gedachte, gebaseerd naar mijn idee op serieuze overwegingen, dat zie ik absoluut niet in. Nee. Eerlijk zou ik zeggen dat de critici er goed aan doen om hun excuses aan te bieden voor de nogal stomzinnige opmerkingen die zij zich gepermitteerd ja. hebben. Ja, de mensen vragen zich af, lees Van Rossum eens iets, heeft hij zich wel goed verdiept? Dat ja, is ook vrij vrijgeestig natuurlijk. <laughs> ja, Van Rossum, ik denk zelfs dat als ik hem, eh, laten we zeggen, als ik me er niet zo in zou hebben verdiept, als ik er niet zo over zou hebben gelezen, dat ik misschien makkelijker gelijk zou hebben gehad. Maar juist als je er enig verstand van hebt, als je dat geleidelijk aan ontwikkeld hebt, in de afgelopen maanden, want ik ben op zichzelf natuurlijk niet een Rusland-deskundige. Eh, dan zou je misschien eerder hebben gezegd: Nou, ik denk dat het wel gaat gebeuren. Maar juist als je er iets van af weet, zou je zeggen. Hmm, want dat vergeten het de critici ook wel erg makkelijk. dat eigenlijk heel veel mensen verwachten dat het niet zou gebeuren. Ik had een groot stuk gelezen in de New York Times. En bijna uitgelegd werd dat met name ook in de elite in Moskou werd gedacht: nou, het is intimidatie en daar zal het wel bij blijven. Interessant is dus natuurlijk ook dat men in de Oekraïne zelf eigenlijk de indruk maakte niet te verwachten dat het zulke afmetingen zou aannemen. Dus ja, nogmaals, ik feliciteer allen die achteraf gelijk hadden. Niets is makkelijker dan achteraf gelijk te hebben. Maar nu de vraag: waarom? Is het naar mijn idee op de middellange termijn. Kijk, nu is die aanval, die is gaande. Dat lijkt allemaal enorm spectaculair. Je kunt je ook nog niet voorstellen dat er iets rond of fout zou gaan. Moeten we ook nog afwachten trouwens, hoe dat zal, zich zal ontwikkelen. Maar laten we nou eens kijken wat Poetin op de middellange termijn heeft veroorzaakt. Met ah, deze inval bedoel ik? Met je. deze inval. Ja. Ah, het feit ja, natuurlijk. Dat hij al zijn tegenstanders op een hoop gedreven heeft. Ja. Dat natuurlijk eh, de NATO, die volgens vele informanten eh, hersendood was, weer uit de dood is herrezen. Zijn de, kent de kabeltjes? Oh ja, ik heb geen water meegenomen. Wat wil je dat nog gaan halen? Dit is water met prik, wat ik hier trouwens in heb. Nou, zit. dat is geen probleem. Als er maar geen smaakje aan zit. Oh, dan, dan geef ik die aan je. Kijk, hier. Nee, dan draai dat dopje nog af, want dat zijn al dingen die ik niet kan. Oké, okay, zo. Ik ben een heel slechte dopjesafdraaier. Kijk, een hele fles is wel een volle fles, hoor. Je moet even oh, kijken waar je hem okay, neerzet. Oké, okay, ik ga dat heel voorzichtig hanteren. Ja. ja, hij heeft de tegenstander op een hoop gedreven, hij moet rekening houden met sancties. Op tal van terreinen, zware sancties op tal van terreinen. Daar zal hij al deels rekening mee hebben gehouden. Hij wist natuurlijk wat er aan zou komen als hij dit zou doen. Dus eh, misschien dat de impact aanvankelijk niet al te groot is. Ik moet nog maar afwachten, natuurlijk. Hoe ernstig die sancties zouden zijn. Maar feit is natuurlijk. Dat, dat, ja, dat die hele kwestie, natuurlijk. in Europa van, van verdediging, defensie, strategie. plotseling een heel hoge urgentie heeft gekregen, die er niet was. Dat heeft hij nu veroorzaakt. Namelijk dat de tegenstander. waarvan hij zei. dat hij vond dat die tegenstander. zich terug moest trekken. vanuit Oost- en Centraal-Europa. op dit moment helemaal geen zin heeft om dat te doen. En dan is er natuurlijk de kwestie dat hij in de Oekraïne zelf. in feite een situatie heeft veroorzaakt. waarbij die Oekraïne hem zeer vijandig gezind zal zijn. nu en ook in de naaste toekomst en ik denk zelfs op de langere termijn. Dus hij heeft ervoor gezorgd dat hij een gebied veroverd heeft. Want daar kun je langzamerhand wel van spreken. Wat onderdeel moet worden van de Russische Republiek. Wat die Russische Republiek tegelijkertijd buitengewoon vijandig. Gezind is. Het is zeer goed mogelijk dat allerlei vormen van burgerlijk verzet in de Oekraïne tot ontwikkeling zullen komen. Dat kan zijn, uh, ja, guerrilla, dat zie ik niet zo 1, 2, 3 zitten, maar burgerlijk verzet op allerlei niveaus en op allerlei manieren, dat lijkt me heel voor de hand te liggen, omdat de Oekraïne al eerder heeft getoond dat ze zeer wel toe in staat ja. te zijn. Maar hij wil een pro-Russische regering daar neerzetten. Hè? Dat wil hij, maar goed, een pro-Russische regering heeft er eerder gezeten. En, en Janukowitsch is in de tijd met de, met de staart tussen de benen en richting Moskou gevlucht. vanwege die burgeropstand op het Baidamplein. Hmm. neem even een slokje. Dus die mario uh, marionettenregering kan daar wel neergezet worden. maar uh, dat heeft niet heel veel. Dat als... zegt niet zo verschrikkelijk veel. Een marionettenregering. Dus dat moeten we afwachten hoe zich dat uh, verder ontwikkelt. En dan is er natuurlijk nog een derde punt. Ja, dat we nu met enige schrik geconstateerd hebben dat, de, dat Rusland, ook als leverancier van eh, grondstoffen, in dit geval in het bijzonder gas, een totaal onbetrouwbaar en levensgevaarlijk land is. Dus dat wij er verstand aan doen, wat dat ons ook mogen kosten, om die afhankelijkheid zoveel mogelijk te reduceren. En dan zijn er natuurlijk nu nog allerlei overwegingen of nog veel strengere sancties in te voeren, enzovoort. Vandaar dat ik alles overwegende dacht, nou, het is niet verstandig om dit te doen. Nog afgezien van het militaire risico dat we nog maar moeten afwachten hoe vlot deze verovering van een enorm land, want dat is het, zich gaat afspelen. Dus ik dacht, Poetin is net zo rationeel als ik, en zal dus ook wel dezelfde keuze doen. Maar dat is hij niet. Daar heb ik me in vergist, dat hij eigenlijk een, een diep gefrustreerde man is die met allerlei zonderlinge obsessies zit. Niet waar dat hij, dat hij in de tijd toen hij in Dresden zat als zonder knuppel verrast was door het instorten van de Sovjet-Unie en dat hij vindt dat dat hersteld moet worden en dat de Sovjet-Unie ingestort is door algehele lulligheid en dat hij vooral niet betrapt wil worden op algehele lulligheid en zo kunnen we nog een aantal andere factoren noemen. En dat hij vindt dat de Oekraïne eigenlijk niet het recht heeft op een soeverein bestaan. Hmm. Het is een Sovjetman. Uh, er is wel heel veel veranderd door de jaren heen. Want in 2001 was hij de eerste die Bush belde, volgens mij, toen 9-11 had plaatsgevonden. Zeker, Zeker. Poetin is gestart met, met, laten we zeggen, een, een houding sympathiek ten opzichte van het Westen. En dat was toen al nadat uh, de NATO op zichzelf uitgebreid was naar Centraal- en Oost-Europa. Daar is hij uiteindelijk van teruggekomen. En dat heeft te maken met weer een andere factor die waarschijnlijk ook een rol gaat spelen op de middellange termijn. Dat zijn gezag met name na 2014. In 2014 heeft hij in de tijd die de Krim bezet en die Ongelooflijk lullige, klunzige republiekjes in, in het oosten van de Oekraïne eh, op, op touw gezet. Eh, na dat moment, aanvankelijk deed hem dat heel veel goed en was hij enorm populair vanwege die Krim en zo. Maar eh, dat is in de tien jaar die daarop gevolgd zijn, is dat langzaam weggesteken. Met als gevolg eigenlijk dat zijn machtsbasis eh, in, in, wel aangetast is.